Nou, we waren ook allemaal verslag toen dit gebeurde. Heel veel mensen zijn ook heel emotioneel geworden, overstuur naar huis gegaan. Het heeft er flink ingehakt bij de mensen die gisteren getuigen waren van de vechtpartij aan het Korianderplein. Niemand begrijpt hoe een onschuldige aanrijding tussen twee auto's zo uit de hand kan lopen. Omstanders zagen dat de vlam direct in de pan sloeg. Gelijk geëscaleerd, ja. Maar dat komt ook omdat heel veel mensen zich ermee gingen bemoeien. En degene waar het om ging, die heeft toen ook een riek uit de auto gepakt. Onmogelijk dat ik denk van, neem je een riek mee? Maar... En toen is dan ook op dat moment een politieschot gelost. De politie had de grootste moeite om de vechtende partijen uit elkaar te krijgen. En daarbij werd niet alleen een waarschuwingsschot gelost, ook werd er pepperspray gebruikt en is een van de verdachten gebeten door een politiehond. Maar volgens de politie was dat absoluut noodzakelijk om een eind te maken aan de vechtpartij. Het is niet voor niets dat ik de tekst bizar gebruik, want het heeft ons ook enorm overvallen dat zoveel mensen naar aanleiding van een incident en zich ermee bemoeien, zoveel geweld gebruiken en dat er zelf ook nog een keer een hooivork wordt gebruikt om iemand letsel toe te brengen. De politie heeft uiteindelijk 5 mensen opgepakt, maar sluit meerdere aanhoudingen niet uit.